Lieve mensen, hallo. Hier zijn we terug. Dat broekje op en van. Ja. En we lezen voort in. Blauw bloesem van Lambiel en Couvin. De melkmuil! Oh, jawel. De melkmuil, een muil vol melk. Het was een goed weekend, ja, duidelijk. We gaan ons even super concentreren op het verhaal. De melkmuil. Verleden week heeft Blatch Chesterfield er kunnen van weerhouden om in het wilde weg te gaan rondschieten. Ja, ja. Vriendschap is duidelijk geworden tussen die twee en dat zij de hoofdrolspelers van dit verhaal zullen worden, staat bij deze. Als een paal boven het water. Voilà. We lezen nu voort hoe die nacht nog zal aflopen. Okay. Het is inderdaad nacht. Woehoe. Je hebt gelijk, Butch. We wachten tot morgen. Maar niet hier. Ik word stapelgek van die muziek. Waar gaan we naartoe? Naar Charlie Blakeback, voor een opkikkertje. Heb ik nodig. Goed idee, sergeant. Dat zal je wat verstrooien. Dekselse Brian gelooft nog altijd aan mirakels. Jammer dat we niet mee kunnen. Kan niet, we hebben dienst. Wat later. Charlie, ze... Wat is jou overkomen, Engels? Je ziet zo witjes als eiwit. Oh, de eenheid van plaats is al doorbroken als ik dat ineens mag met de deur in huis vallen. We zijn in een ander dorp. Inderdaad, in een vreemde saloon waar liquors, beer, wine op staat. Er is zelfs geen non-alcoholische drank te krijgen. En die kwaaie Chesterfield, die rijdt daar op kop. Die rijdt zijn ongeluk bij. Gelukkig dat Blutch erbij is. Misschien, ja. Misschien, ik denk het misschien wel, is dat een geluk of is dat een ongeluk? Dat weten we niet. Ja. Dat weten we nog niet. Maar... dat moeten we straks zien. Maar ik vind het wel spannend eigenlijk. Hè? Ja. Dus, zal er geschoten worden? Is hier weer de hamvraag. Spoorslags op weg naar een confrontatie. Maar dat zien we straks. Main. Hallo. We zijn er terug. Daarnet dus gezien hoe Chesterfield nogal onbezonnen zo op zijn paard daar. Die maar vastberaden, Bruno. Vastberaden. Dat is één kenmerk van hem. Rood haar is... vastberadenheid. Stevig karakter. Agressie. Maar Blutch is als chaperon mee. We gaan nu zien hoe het er in de saloon zal aan toegaan. Het begint hier met een prachtig topshot. Oh nee! Hoor eens, sergeant, ik weet niet wat u zo laat nog komt doen, maar als u de boel weer aan diggelen wilt schoppen, dan roep ik het leger. Heb ik soms een gezicht om alles aan diggelen te schoppen? Is die plaats vrij? Nou, Dank u. En wat heeft hij? Een gebroken hart. Hemel. Ah, ik wist niet dat het al zo laat was. Ik moet opstappen, lui. Wacht even, Joe, ik ga met je mee. De straten zijn zo onveilig op dit uur. Nou, ik denk dat ik ook eens ga kijken. Weg zijn ze alle drie. Ja. Het wordt stil in de saloon. Ja. Want wat brengt het gebroken hart teweeg, Bruno? Wrijving. Agressie. Jaloezie. Geweld, kwaadheid, boosheid. Ja. En geweld is de grootste succes, sorry, uit onze geschiedenis. Inderdaad. Wat ook mij opvalt, is dat de waard, al blijkbaar... De kastelein. Ja, dus zijn estaminet al eens overhoop heeft gehaald, gekregen. Door Chesterfield en Blutch. Dus een verwittigd man is er. Hoeveel? Twee waard. Dat zien we dan morgen.